Mevrouw de minister, de senator, de achterhoogwaardigheidsbekleders, beste familie, vrienden en collega's. Het is een bijzonder groot genoegen vandaag om deze prijs te mogen ontvangen. En ik wou daarbij in de eerste plaats natuurlijk u bedanken, mevrouw de minister, voor uw aanwezigheid en voor het toekennen van deze prijs. Het is een bijzonder grote eer om deze prijs van u te mogen ontvangen. En ik ben u daar ook bijzonder erkentelijk voor. Ik wil ook de Koninklijke Academie bedanken, uiteraard, dat ze mij geselecteerd hebben voor deze prijs. Het is een bijzonder prestigieuze prijs en toen ik al de vroegere laureaten hoorde opzommen, was ik nog meer onder de indruk. Dus van harte dank dat u deze prijs aan mij heeft toegekend. Het is een bijzonder eer en ik ben ook bijzonder trots dat ik in de prijs mag vallen. Nu, ik heb deze prijs gekregen voor de ontwikkeling van standaarden en instrumenten voor de beheersing van dreigende epidemie en pandemische infectieziekten in Europa, met een bijzonder aandacht voor de antibiotica-resistentie. En dat is een hele boterham, maar ik kwam misschien toch inderdaad even te wijzen op het feit dat eigenlijk de basis voor het onderzoek voornamelijk gelegd werd in de 90er jaren toen ik start in Antwerpen, met onderzoek naar wat men toen noemde en nog altijd de vleesetende bacterie, de meningokokken die de meningitis of de hersenvliesontsteking veroorzaakt, antibiotica-resistentie bij enterokokken en keelstreptokokken en ook toen wij onderzoek opstarten naar moleculaire diagnostiek van respiratoire infecties. En het is toen dat de basis gelegd werd voor onderzoek naar twee pandemische bedreigingen van infectieziekten. En dan vraagt u zich ongetwijfeld af over welke pandemische infectieziekte hebben we dan. En in feite zijn er eigenlijk maar twee. En ik zou mij volledig willen aansluiten bij Mike Oosterholm en Olsacker in hun boek The Deadliest Enemy, Our War Against Killer Germs van maart van dit jaar. Waar ze eigenlijk poleren, en ik vind dat heel terecht, dat er inderdaad eigenlijk maar twee pandemische bedreigingen zijn. En dat is met name de influenza, de grieppandemie, maar ook een andere pandemie waar veel te weinig over gesproken wordt en niet beschouwd wordt als een pandemie, zijnde de pandemie van antibiotica, van bacteriën die resistent geworden zijn tegen antibiotica. En dat is ook voor het eerst gebleken tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos in 2013, toen men in dat fameuze rapport van 2013 voor het eerst sprak over antibiotica-resistente bacteriën als een andere gevaar voor een pandemie voor de wereldbevolking. En het is inderdaad zo dat, zoals men terecht opmerkte, dat daar waar deze griepvirussen en daar waar deze grieppandemie veel meer aandacht krijgen in de pers, dat de pandemie met zeer resistente bacteriën eigenlijk ook heel belangrijk zijn, veel langer bezig zijn, maar veel sluimerend verlopen dan de explosieve grieppandemie. En dat is ook gebleken in het rapport van Jim O'Neill dat hij heeft opgesteld op vraag van David Cameron. En in dat rapport heeft hij een berekening gemaakt van het aantal doden als gevolg van antimicrobiële resistentie in 2050. Moesten we nu niets doen? En uit dat rapport bleek dat in 2050 10 miljoen mensen zouden kunnen overlijden aan antimicrobiële resistentie, wat meer is dan andere aandoeningen zoals kanker, diabetes, cholera en dergelijke meer. Nogmaals, om een illustratie te vormen van het belang van het probleem van de antimicrobiële resistentie. En nu kom ik toch terug naar mijn eigen onderzoek. En dan wil ik eventjes duidelijk uitleggen dat er in mijn carrière steeds een rode draad heeft gelopen. En die rode draad is begonnen met het translationeel onderzoek dat we geprobeerd hebben uit te voeren op een zo hoog mogelijk niveau. Om dit dan te kunnen publiceren in toptijdschriften in de medische vakliteratuur. Om dan aan de hand van deze publicaties de beleidsmakers, de politici te beïnvloeden om inderdaad het beleid te gaan bijsturen. En dan indien ze dat inderdaad ook zouden doen, om op basis daarvan te kijken of dat inderdaad het beleid enig effect heeft gehad. En dat is wat ik gedurende 30 jaar heb gedaan, niet alleen antibiotica-resistentie, maar ook veel andere domeinen. En ik zal dan ook beginnen met een aantal hoofdstukken daarvan te bespreken. En dan ga ik starten met het in kaart brengen van het antibiotica-gebruik in Europa en ook wereldwijd. En ik ben daarmee gestart in 2001 om verschillende redenen. De eerste reden was dat ik ervan uitging dat politici veel minder de resistentiecijfers begrijpen, want ze zijn heel complex, maar veel beter de consumptiecijfers en veel beter begrijpen wat dat betekent, het in kaart brengen van antibiotica voorschrijven door de artsen. En dus ik vond dat dit een veel groter impact zou hebben op het beleid. Maar dat was een tweede reden. Daarvoor heb ik mij laten inspireren door Lord Kelvin, de man die de thermometer heeft uitgevonden. En Lord Kelvin heeft gezegd dat als je het niet kunt meten, kun je het ook niet verbeteren. En dus de eerste stap in een goed beleid is altijd het in kaart brengen van het probleem en het meten wat het probleem precies is.
En dus ben ik begonnen in 2001 als een eerste project, want we hadden op dat ogenblik eigenlijk heel weinig een idee van hoe antibiotica werden voorgeschreven in Europa, hoe ze in de Verenigde Staten werden voorgeschreven, hoe ze werden voorgeschreven in andere landen van de wereld. Dus we zijn in 2001 gestart met het ISAC-project. En ISAC is een acroniem voor European Surveillance of Antimicrobial Consumption. En dat project is gestart eigenlijk tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in november van 2001. Het bedoeling was om het antibiotica gebruik in de eerste lijn, in de ziekenhuizen en ook in de verzorgingshuizen of in de woonzorgcentra in kaart te gaan brengen. Ja. Dat werd gefinancierd door de Europese Commissie, eerst door DG Santé en dan vervolgens door ECDC. Het ISAC-project is overgedragen in 2011 naar ECDC. Dat was ook de voorwaarde, dat wanneer ECDC operationeel zou worden, zou overgedragen worden. En dan heeft het uiteindelijk ook een nieuw acroniem gekregen. Maar dus het is een heel bijzonder project geweest, waar wij bijna 100 artikels gepubliceerd hebben in tijdschriften. En ik ga er twee van bespreken, omdat deze de grootste impact hebben gehad op het beleid, vooral dan in Europa. En dat was ons eerste artikel van Lancet 2005, waarbij we het antibiotica-gebruik in 26 landen in de eerste lijn in kaart hebben gebracht. En dit zijn soort zaken die in Europa zeer goed werken. Want als je landen confronteert met hun voorschrijven, dan werkt dat soms zeer aanstekelijk, vooral bij politici. En het was inderdaad iets wat bijzonder indruk heeft gemaakt in België toen op Magda Aalvoet en Frank van den Broeke, maar ook op Bernard Kouchner twee jaar later, in 2002, het feit dat we inderdaad in België en in Frankrijk veel te veel antibiotica voorschrijven. En vooral als de Nederlanders het dan nog beter doen dan België, dan steekt dat zoveel meer natuurlijk. En vandaar dat we in 2001 begonnen zijn met onze campagnes, daar kom ik straks op terug, en dat Kouchner daarmee begonnen is twee jaar later in 2003, 2004, en daar kom ik ook straks op terug. Tweede belangrijke publicatie is deze. Toen dat het ISAC-project zeer succesvol bleek, vroeg de WHO of we ditzelfde instrument konden gebruiken om het antibiotica-gebruik in andere landen in kaart te brengen. Dat hebben we ook gedaan. En we hebben inderdaad het antibiotica-gebruik in kaart gebracht in Turkije, Montenegro, Tajikistan, in Kosovo, Servië, in Kyrgyzstan, in Kroatië, Moldavië, Georgië, in Bosnië-Herzegovina, in Belarus en Azerbeidzjan en in Armenië. En ook dat heeft een bijzonder grote impact gehad. Op het moment dat we dit publiceerden in Lancet Infectious Diseases, heeft de Turkse regering een rapport en een beleid gepubliceerd om de artsen ook aan te zetten om in de voor te schrijven en hebben ze ook aan de huisartsen toen in Turkije het target opgelegd. Om maar te zeggen dat deze cijfers op politici zeer de indruk maken en ook een enorme impact hebben gehad op het beleid. En nu kom ik terug naar 2001. Het Belgisch voorzitterschap, november 2001, waar dat toen het ISAC-project werd gelanceerd, maar waar we ook toen de campagnes werden gelanceerd, die ook vandaag, en daar kom ik straks op terug, gaan gelanceerd worden. En dat was dan in aanwezigheid op een persconferentie met Magda Aalvoet en Frank van den Broeke. En dat laat mij toe om eventjes alle ministers van Volksgezondheid, sedert Frank van den Broeke en Magda Aalvoet, te bedanken, ook u mevrouw de minister. Want ik heb altijd heel veel steun gekregen voor al onze campagnes, zowel van deze ministers als van Judith de Mot, als van Laurette Onklings, als ook van de huidige minister, en waar ik dus bijzonder dankbaar voor ben. En dan hebben we inderdaad onze campagnes gelanceerd en een paar verschillende soorten campagnes. De laatste campagnes hebben we gebruik gemaakt van die fameuze armbandjes. Die hebben we dan gratis bezorgd aan al de kinderen van het eerste studiejaar. En met de bedoeling dat ze dan zouden meenemen naar hun huiskamers, naar de ouders, naar de grootouders. Om op die manier de huiskamers binnen te dringen en inderdaad de mensen ervan te vergewissen dat we alleen maar antibiotica mogen gebruiken als ze echt nodig zijn. En natuurlijk hebben we gekeken naar de impact van deze campagnes in België. En dit zijn cijfers die we verder aan het ontleden zijn, binnenkort gaan gepubliceerd worden. En je ziet hier het aantal verpakkingen die eigenlijk een maat zijn voor het aantal voorschriften per 1000 inwoners per dag in België. En je ziet dat op het moment dat we begonnen zijn met de campagnes, dat er een zeer sterke daling was van 35% tussen 2000, 2001 en 2006, 2007. En dat is sindsdien er geen duidelijke daling meer is vastgesteld. Dus mevrouw de minister, ik denk dat we meer gaan moeten doen dan alleen maar de campagnes. Maar in ieder geval, tijdens de 7 jaren was er een zeer spectaculaire daling van het antibiotica voorschrijven. En dit heb ik er speciaal opnieuw voor u, mevrouw de minister, aan toegevoegd om aan te geven hoeveel geld dat we bespaard hebben voor, voor het recief. Vanaf 2000 tot 2016 hebben we berekend dat de minder uitgaven voor het antibiotica bijna 1 miljard euro hebben bedragen. En ik heb dat eraan toegevoegd omdat de prijs wordt toegekend door de regering, door mevrouw de minister. En het feit dat dit 1 miljard bijna heeft bespaard, zal misschien de pillen een beetje verzachten maken om deze prijs aan mij toe te kennen. We hebben natuurlijk ook berekend wat dat de impact was van de goedkope antibiotica die werden op de markt gebracht.
En dat was 10,2%. Met andere woorden, ik weet wel dat de generieken op de markt gebracht zijn, ik weet wel dat deze goedkoper zijn, maar nogmaals, de besparing is vooral gebeurd als gevolg van het minder voorschrijven van antibiotica. We hebben ook berekend wat de besparing was in euro's geïnvesteerd van voor de campagnes. En we, eigenlijk krijgen we jaarlijks 400.000 euro. Maar nu voor elke euro die werd geïnvesteerd, is er eigenlijk een besparing van 151 euro. Nu, dit is nog altijd onvoldoende. En dan wil ik eventjes deze diatonen vergelijken tussen België en Nederland. Want opnieuw, dat steekt altijd als de Nederlanders een beetje het beter doen. En dit zijn cijfers over antibiotica gebruik in de eerste lijn 2013. Wat blijkt daaruit? Dat het blijkt dat de Belgen nog altijd 2 keer meer antibiotica slikten in 2013 dan de Nederlanders. Daaruit blijkt nog altijd dat de uitgaven voor antibiotica nog altijd 3 tot 4 keer hoger liggen in Nederland dan in België. En waaraan ligt dat dan, denkt u? Wel, in de eerste plaats omdat de farmaceutische industrie in België grotere verpakking heeft op de markt gebracht. En als u iets wil doen aan het aantal verpakkingen, aan het volume aan voorschrijven, mevrouw de minister, dan denk ik dat u het gaat moeten veranderen hoe men antibiotica voorschrijft. Dan denk ik dat we het moeten doen zoals in Nederland, waar we geen verpakkingen voorschrijven, maar waar we pillen voorschrijven. Ik denk dat dat een veel beter systeem zou zijn. Dat wordt trouwens nu uitgetest in Frankrijk. Maar de tweede reden is dat onze artsen graag dure antibiotica voorschrijven. En moxifloxacine is daar een zeer mooi voorbeeld van. Moxifloxacine is een zeer breed spectrum, zeer duur antibioticum, dat in België zeer veel wordt voorgeschreven. En in 2014 bleek dat wij de grootste voorschrijvers waren van moxifloxacine in Europa. Dat is absoluut niet te verantwoorden. En dus ik denk opnieuw dat als we het beleid willen bijsturen, dat dat zou moeten gebeuren op een andere manier. En het kabinet is daar ook mee bezig om inderdaad te gaan kijken naar andere drukbetalingen voor moxifloxacine. En ik hoop dat dat inderdaad ook zal ingevoerd worden. Nu kom ik terug naar de successen van de Belgische campagnes. Dit is een dia die ik heb voorgesteld in het Europese parlement op 16 oktober 2007. En ik heb deze dia toen voorgesteld aan de Europese parlementsleden om hen te overtuigen van het feit dat campagnes inderdaad een effect kunnen hebben naar de bevolking toe. En de Fransen hadden dat dus ook kunnen aantonen 2 jaar later. En vooral om hen voor te stellen om in Europa een Europese antibiotica dag te organiseren. Op basis van ervaring die we in België tot dan toe hadden. En ik wou dat doen omdat ik ervan uitging dat als je zoiets met succes wil doen, dan moet je daar een visie en structuur achter zetten. En ik had gekeken naar de Wereld AIDS-dag, naar de Wereld Diabetes-dag, naar de Wereld Alzheimer-dag en vastgesteld dat er eigenlijk niet echt een visie, niet echt een structuur achter deze dagen zat. En dus wou ik dat de Europese Commissie formeel de opdracht zou geven aan de ECDC om deze jaarlijks Europese Antibiotica-dag te organiseren. En ik heb dan hard gelobbyd, en daar is ook Rudy de Mot en Louis Michel voor tussen gekomen. En de Europese Commissie heeft inderdaad al 4 maanden later formeel de opdracht gegeven aan ECDC om de Europese campagnes te organiseren. En die zijn een zeer groot succes geweest en we zijn ermee begonnen op 18 november 2008. En dus deze week, zoals u straks zal horen, is eigenlijk een bijzondere week. Dus ik zou zeggen, u heeft het moment zeer goed gekozen om deze prijzen uit te reiken. En dit zijn al de voorbeelden van de campagnes die in verschillende landen werden georganiseerd, waar ik niet ga op detail op ingaan. En bijvoorbeeld ook de grote banner die werd aangebracht op het Berlemogebouw in Brussel om opnieuw impact te hebben op de bevolking. Ja, zoals ik al zei, de Europese Antibiotica Dag is gestart in de Europese Unie. Daarna hebben Canada, de Verenigde Staten, ook een aantal andere landen zich aangesloten. En uiteindelijk heeft de Wereldgezondheidsorganisatie beslist om daar een Wereld Antibiotica Week van te maken. Dat is begonnen in 2015. Nu vandaag, en deze week is een bijzondere week. Ten eerste omdat we inderdaad vandaag starten met onze Wereld Antibiotica Week. En die loopt tot en met zondag. En u moet maar eens kijken naar de website, honderden evenementen die deze week in de wereld zullen plaatsvinden. Maar ook omdat we deze week onze 10e Europese Antibiotica Dag gaan vieren. En dat gaan we woensdag doen in de Residence Palace met een bijzondere zitting in aanwezigheid van Vitenis Andriukaitis, onze commissaris. En vanmorgen om 10:30 is er ook een persbericht verspreid waarin onze minister ook een quote heeft laten opnemen waar ik bijzonder tevreden over ben. En ik ben het er helemaal mee eens, mevrouw de minister, antibiotica zijn inderdaad geen snoepjes. Nu, waarom is ISAC zo'n gigantisch succes geweest? Wel, dat heeft denk ik 2 redenen. Ten eerste omdat ik toen beschikte over een uitgebreid managementteam met zeer enthousiaste mensen die zeer hard hebben gewerkt en die ook zeer complementair waren. Dat was een managementteam vanuit Antwerpen met vertakkingen naar Schotland, naar Malta, naar Frankrijk, ook naar een aantal andere landen. En ik ben al deze mensen bijzonder dankbaar voor deze enorme harde inzet voor dit ISAC-project die tot een enorm succes hebben gemaakt.
Maar het heeft ook te maken met het feit dat ik denk erin geslaagd ben om een goede sfeer te creëren tussen de 34 landen die samenwerken. Maar je moet zich inbeelden, dat zijn mensen die niet betaald worden door het Europees project. Die mensen doen dat gratis. Die zoeken naar al die gegevens over antibiotica gebruik. Die laden die gegevens op, die gaan mee die gegevens analyseren en publiceren. En dus hebben we geprobeerd om daar een goede sfeer te brengen binnen dat project. En als we dan samenkwamen, dan deden we allerlei teamactiviteiten, zoals hier op het Elsenveld in Antwerpen. Want ik kan het niet zo goed zien, maar waar dan bijvoorbeeld dansen werden georganiseerd, opnieuw om de vriendschappelijkheid tussen deze mensen beter tot stand te brengen. En dan ga ik over naar het tweede stuk. De link tussen antibiotica gebruik en de consumptie. En dan kun je zich afvragen, de missielink, wat is dat nu eigenlijk? Wat voor een idioot opmerking is dat nu? Want uiteindelijk weet toch iedereen dat als je antibiotica slikt, dat je ook resistentie gaat krijgen. En laat me een anekdote vertellen van het feit dat dat niet zo evident is. In 1999 vroeg de Europese Commissie mij om deel uit te maken van een expertengroep om aanbevelingen te maken rond het gebruik van antibiotica bij dieren als groeibevorderaars. We hebben daar 9 maanden voor samengezeten en aan de Commissie dan een aanbeveling gemaakt om deze producten te gaan verbieden bij de dieren. Uiteraard was de farmaceutische industrie daar niet mee opgezet en die hebben toen de Europese Commissie voor het Europees Hof in Luxemburg gedaagd. En dan krijg je andere soorten van discussies met rechters en advocaten, die dan zeggen, ja, u mag dat niet verbieden, u heeft daar geen evidentie voor. En dan heeft uiteindelijk toch de commissie het gelijk gekregen, niet omdat er evidentie was, want eigenlijk was er toen geen evidentie, maar omdat de voorzitter van de rechtbank toen beslist heeft dat er inderdaad een verbod moest komen van de groeibevorderaars op basis van wat men nooit het Engels mooi noemde de precautionary principle, niet op basis van evidentie. Nu, we hadden in 2005 dit al gepubliceerd in de Lancet en we hadden gekeken naar de correlatie tussen penicillinegebruik en de resistentie van de pneumokokken bij penicilline. En je ziet inderdaad dat Frankrijk dat zeer slecht scoort, hoge consumptie, hoge resistentie en Nederland zit daar veel beter. Dit is toen gepubliceerd in de Lancet en toen zei de editor van de Lancet mij, we gaan het artikel publiceren, de commentaren van uw peers zijn zeer lovend, maar ook mij overtuigt dat nog altijd niet. Dit is wat men in Engels mooi noemt circumstantial evidence. Dus dit is niet de absolute bewijskracht dat antibiotica gebruik leidt tot resistentie. En toen zijn we gestart met een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie. En hebben we gevraagd aan de studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen om ofwel een placebo te slikken ofwel een macrolide, namelijk clarithromycine en azithromycine. En ik ga het niet in detail verder uitleggen, maar eigenlijk heeft de studie aangetoond dat als je deze studenten een antibioticum geeft, dan krijg je een massale selectie van resistente streptococcus in de keel. En als je deze mensen een placebo geeft, dan gebeurt er eigenlijk niets. En dat was eigenlijk de eerste keer dat er een onomstotelijk bewijs was dat antibiotica gebruik leidt tot resistentie. En dat is het onderzoek dat voornamelijk is uitgevoerd door Surbhi Malhotra, die ik achteraan in de zaal zit en die dat schitterend heeft gedaan. Een andere zaak wat we gedaan hebben is opnieuw met geld van de Europese Commissie eigenlijk een wereldwijd systeem laten uitrollen om de consumptie in de ziekenhuizen in kaart te brengen. En we noemen dat de Global PPS, de Global Puntpreferentiestudie. Wat is het concept? Dat is heel simpel. Je vraagt op een welbepaalde dag, op een welbepaald uur in alle ziekenhuizen in de wereld om te kijken bij hun patiënt in dat ziekenhuis of ze al of niet antibiotica kregen en zo ja, waarvoor dat ze ze kregen, welke dosis ze kregen en of dat conform de richtlijnen was van dat ziekenhuis. Een heel simpel systeem dat we opnieuw hebben uitgebouwd in Europa met geld van DG Santé en ook eerst in Europa hebben getest en dan wereldwijd hebben uitgerold. We hebben dat voor eerst gedaan in 2015 en we hebben dus 53 landen daar laten aan deelnemen en we hebben een database in Antwerpen van meer dan 100.000 patiënten. Om enkele voorbeelden te geven, dit zijn de cijfers voor België. Dit is de prevalentie, met name het percentage patiënten op die welbepaalde dag die in de Belgische ziekenhuizen antibiotica kregen. En dan ziet u dat er ziekenhuizen zijn waar bijna 50% van de patiënten die antibiotica kregen. En dan zeg ik niet dat dat slecht of goed is, dan is dat wel iets waar het ziekenhuis moet over nadenken. En dan zijn ziekenhuizen met een veel lager percentage van de patiënten die antibiotica krijgen. Dan zeg ik ook niet dat dat goed of slecht is, ik zeg alleen dat men daar dan moet over nadenken. We hadden ook 17 ziekenhuizen in Japan die geparticipeerd hebben. En dit zijn cijfers voor 13 ziekenhuizen over het profilactisch gebruik van antibiotica bij patiënten die een heelkundige ingreep ondergaan. Maar als je in een ziekenhuis een heelkundige ingreep ondergaat, dan krijg je daarvoor in principe antibiotica voor maximum 1 dag. In het verleden in België was dat 5 dagen, tot wat we het terugbetaalsysteem veranderd hebben 20 jaar geleden. Wel, in Japan wist men dat niet, maar dat nooit nagekeken. Toen ik dat voorstelde op een congres in Japan, was het muisstil in de zaal, want ze waren bijzonder verveeld met deze cijfers, omdat bleek dat in Japanse ziekenhuizen de patiënten meestal voor meer dan 1 dag antibiotica kregen toegediend voor de profylaxe en de heelkunde.
Maar we hebben het vooral gedaan voor de low-middle-income countries, omdat die landen niets hebben. Er is geen enkel systeem om het antibiotica-gebruik in de ziekenhuizen in de low-middle-income countries in kaart te brengen. Het is het systeem dat we dus gebruikt hebben ook in Afrika. Het is het voorbeeld van 4 ziekenhuizen in Nigeria, waar het bleek bijvoorbeeld dat, wat ze voorschreven in die ziekenhuizen in Nigeria helemaal niet conform de richtlijnen waren, en dat er eigenlijk voor de meeste infectieziekten zelfs geen richtlijnen waren. En toen kregen we een e-mail enkele maanden geleden van, een van de ziekenhuizen in Nigeria die ons vertelde dat ze dus een vergadering gehad met de artsen en dat dezelfde dag een team werd samengesteld om inderdaad een beleid te gaan voeren in dat ziekenhuis. Heel kleine, simpele zaken die een enorm impact kunnen hebben op zo'n ziekenhuis. Heel kort dan iets over een nieuwe richting die we zijn uitgegaan in 2006, namelijk het GRACE-project. En GRACE is een acroniem voor Genomics to Combat to combat resistance against, antibiotics in community acquired LRTI in Europe. En dan ziet u de ontrafeling van het logo door Katrien Loens, die toen de manager was van het GRACE-project, dat ook schitterend heeft gedaan, en Samuel Koenen, die een van de, ik zou zeggen, de beste studenten geneeskunde was, die de Universiteit Antwerpen ooit heeft gekend, die een enorme rol heeft gespeeld in het succes van het GRACE-project in België, maar ook in Europa. The Amazing Grace, een fantastisch network of excellence. Ik denk dat dat eerlijk gezegd een van de meest succesvolle projecten is die de research ooit heeft gefinancierd. Omdat we toen bijvoorbeeld voor het eerst een netwerk hebben uitgebouwd van honderden huisartsen die gelinkt waren aan diagnostische laboratoria en die heel veel onderzoek hebben gedaan in Europa in 15 landen. We hebben toen een integratie gedaan van microbiële en genomisch onderzoek met observatiestudies, met interventiestudies. We hebben toen de grootste studies gedaan in de wereld in de eerste lijn met observationele studies bij 6000 patiënten, interventiestudies met meer dan 10.000 patiënten. En dat was een gigantische logistieke klus om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En degene die daarvoor gezorgd heeft, dat was Amazing Grace, die het allemaal voor elkaar heeft gebracht, die dat prachtig heeft georganiseerd. En zonder Greet was dat nooit zo'n succes geweest. De foto is 10 jaar geleden genomen, maar als je naar Greet kijkt, moet je toegeven, ze is niet veel veranderd. En dit is het netwerk dat we uitgebreid houden van de huisartsen in Europa. Een paar publicaties ga ik niet in detail bespreken. Bijvoorbeeld een placebo-gecontroleerde studie, amoxicilline versus een placebo bij mensen met lage luchtweginfecties, die nog altijd heel veel antibiotica krijgen in Europa. Wel, we hebben aangetoond dat dat bij die patiënten eigenlijk geen enkel verschil maakt. Of je een placebo geeft of amoxicilline, maakt geen enkel verschil. We hebben toen ook een communicatietool ontwikkeld, een GRACE-tool, waarbij we dus de huisartsen hebben aangeleerd om via die tool, die 10 minuten in beslag neemt, beter te communiceren met artsen. En dan zie je dat als je dat vergelijkt met de klassieke aanpak, dat je een enorme daling krijgt van het aantal voorschriften. En als je dat gaat combineren met een biomarker, krijg je nog een sterkere daling. En dus dankzij de steun van de minister zal dit GRACE-educatieve pakket deze winter worden uitgerold in gans België en zullen inderdaad alle huisartsen daarmee aan de slag kunnen om hen beter te doen communiceren naar de artsen toe. Nog een voorbeeld. Dit is een patiënt met een lage luchtweginfectie die slijm of die een fluim ophoest. En ik heb altijd geleerd, als ik nog student was, dat als je een groene of een gele of een bruine fluim ophoest, dat je waarschijnlijk een bacteriële infectie hebt en dat je antibiotica moet voorschrijven aan deze patiënt. Wel, flauwekul. We hebben dat nagekeken en alle mogelijke kleuren van fluimen van deze patiënten vergeleken. En vergeleken met de placebo versus antibiotica behandeling, het heeft geen enkel effect. Dus met andere woorden, als u fluimen ophoest, en of het nu geel, groen of rood is, het heeft niks te maken met een bacteriële infectie, het is absoluut geen reden om antibiotica te geven. Nu, waarom is GRACE een groot succes geweest? Wel, ik heb het op een andere manier aangepakt dan bij ISA, ik heb het wat sportiever aangepakt. En alle GRACE-partners kregen een t-shirt aangeboden en telkens wanneer dat we samenkwamen met onze GRACE-vergaderingen, dan werd iedereen uitgenodigd om 's ochtends 5 tot 10 kilometer te gaan lopen. En iedereen was daar heel enthousiast voor en liep met veel plezier mee. En hier zie je het aantal mensen, vooral uit Engeland, Paul Little en Chris Butler, allemaal vooraanstaande hoogleraar eerste lijns geneeskunde in de wereld, maar ik wil zeggen, allemaal fantastische mensen die ook allemaal zeer goede vrienden zijn geworden. Dan sluit ik stilaan af met clinical trials. Een new public-private partnership in health. Dat heeft te maken met IMI. En IMI is een acroniem voor Innovative Medicines Initiative. Het is een initiatief van de Europese Commissie samen met de farmaceutische industrie om onder andere inderdaad pharma terug te proberen te laten investeren in antibiotica.
Want het, zoals men mooi in het Engels zegt, the business model is broken for antibiotics. En wat bedoel ik daarmee? Wel, farmaceutische bedrijven zijn niet meer geïnteresseerd in het ontwikkelen van antibiotica. Aandeelhouders willen zeker niet dat bedrijven daarin investeren. En dat kan ik ook heel goed begrijpen, want als inderdaad een farmaceutische bedrijf een nieuw antibioticum ontwikkelt, en het is het walala van het antibioticum, dan gaan wij, dan ga ik als eerste zeggen, fantastisch product, we gaan het zeker nooit gebruiken, want anders gaat er resistentie ontstaan. Dus dat businessmodel klopt natuurlijk niet en zal inderdaad helemaal moeten veranderen. En daarvoor doen we allerlei klinische studies waarvoor we een aantal dingen uitbouwen. Een netwerk van ziekenhuizen dat Mark Bonte coördineert, een netwerk van laboratoria dat ik zelf coördineer, een netwerk van statistici en van epidemiologen. En dit is de ganse infrastructuur die we de laatste 6 jaar in Europa hebben uitgebouwd, met bijna 1000 ziekenhuizen die in al deze trials deelnemen, met bijna 600 laboratoria en 42 landen die aan deze trials deelnemen. Met een gigantisch complexe structuur. En hier zitten al de clinical trials, die ik niet in detail ga bespreken, die lopen minstens tot de 2023, 2024. En dan nog een paar woorden over pandemic preparedness, badly needed, the clocks are ticking. En inderdaad het feit dat, dat de klinisch onderzoek bij pandemieën absoluut nodig is. En wat bedoel ik daarmee? Wel, wanneer zich een infectieziekte voordoet, wanneer er een pandemie ontstaat, dan krijg je meestal een vrij snelle public health response, je krijgt een vrij snelle preclinical research response, maar het klinisch onderzoek op meestal veel te laat. En dat is heel jammer, want dan gaan mensen sterven aan het feit dat we niet precies weten hoe we ze moeten behandelen, hoe we ze moeten aanpakken. Dus dat klinisch onderzoek moet helemaal naar voren schuiven. En daarvoor heb je natuurlijk een veel snellere respons nodig. En dat gaan we doen met geld opnieuw van de Europese Commissie voor het PREPARE-project. Dat is een project van 24 miljoen euro. Dat staat voor Platform for European Preparedness Against Re-Emerging Epidemics. Dat is gestart in 2014 en loopt tot 2021. Dat ik coördineer samen met Menadio van het AMC in Amsterdam. En de bedoeling is nu precies om heel snel klinisch onderzoek te kunnen opstarten bij inderdaad pandemieën. En dit zijn de verschillende trials die we nu binnen PREPARE doen. En waar ik bijzonder enthousiast over ben, zijn vooral deze Adaptive Platform trials. Een heel nieuw concept van trials, waarbij dus heel veel verschillende armen kunt laten vallen of toevoegen. En het leuke aan deze Adaptive Platform Trial is dat je dat ook wereldwijd kunt uitrollen. En op dit ogenblik nemen nu ook Australië en Nieuw-Zeeland deel. En waarschijnlijk zullen binnen enkele maanden ook Canada deelnemen aan deze Adaptive Platform Trials. En dan stel ik af met mijn finale doelstelling. Waar zou ik uiteindelijk mijn carrière graag willen eindigen? Maar ik zou mijn carrière graag kunnen eindigen met dit hier, met het uitrollen of het uitbouwen van een Clinical Research Alliance on Infectious Diseases, ICRADE. En dat zou ik graag willen doen, omdat ik denk dat met de honderden miljoenen die nu geïnvesteerd worden in Europa, dat we absoluut moeten kunnen toekomen om een IORTC-achtige structuur voor clinical trials en infectieziekten uit te bouwen. Namelijk gebaseerd op de Comeback clinical trials zoals we net hebben besproken, en ook op het PREPARE-project. Dat zijn natuurlijk enerzijds bacteriën, anderzijds virussen, maar de trials en de uitdagingen voor deze studies zijn eigenlijk dezelfde, of het nu bacteriën of virussen zijn. We hebben daarvoor een roadmap opgesteld. We hebben een model klaar hoe we dat willen doen. En we hopen nu dat we van enerzijds de Europese Commissie geld gaan krijgen om dat businessmodel uit te rollen. En er is op 7 november, dus enkele een week geleden, een call gepubliceerd om inderdaad een project in te dienen om dat businessmodel uit te rollen. En dat hopen we klaar te hebben tegen 2021, 2022. En ik hoop dat we ook financiering gaan krijgen van AMI om de infrastructuur voor de diagnostiek te kunnen uitbouwen. Ja, dus dat is absoluut nodig, want PREPARE en Comeback komen te einde 2021 en op dat ogenblik moeten we klaar zijn met ons businessmodel. Dan wil ik eigenlijk afsluiten met een artikel die ik begin dit jaar in Nature heb gepubliceerd. En ik heb dat gepubliceerd omdat ik bijzonder geschokt was over wat er in Engeland aan het gebeuren, laten we zeggen in Groot-Brittannië aan het gebeuren was, en voornamelijk de Brexit. Ik heb het ook gepubliceerd omdat er heel wat discussie was over de verkiezingen in Nederland en dat er heel wat kritiek was op de Europese Commissie en op het Europees beleid. En ik vind dat onterecht en heel jammer, omdat ik inderdaad vind dat Europa bijzonder fier zou moeten zijn op wat zij tot nu toe gefinancierd hebben. En ik vrees echter dat miljoenen mensen in Europa zich inderdaad de vraag stellen wat Europa eigenlijk voor hen betekent, wat Europa eigenlijk voor hen doet. En vandaar dat ik dit artikel in de Nature heb gepubliceerd, en als u wilt weten wat Europa allemaal gedaan heeft, en waarvan de lidstaten allemaal hebben kunnen profiteren, dan zou ik zeker aanbevelen om dat artikel in Nature te lezen. Finaal wil ik graag mijn prijs opdragen aan mijn onderzoeksgroep in Antwerpen.
U heeft gemerkt dat ik het voorrecht heb gehad om met zeer briljante mensen te kunnen werken. En dat is een enorm voorrecht als je je kunt omringen door heel slimme mensen, heel gedreven mensen, heel hardwerkende mensen. Dat is een bijzonder voorrecht en daar ben ik bijzonder dankbaar voor. En vandaar dat ik deze prijs en deze bekroning aan hen zou willen opdragen. Een aantal staan er niet op en zijn ondertussen ook verdwenen. Een aantal zijn er zelfs dit jaar nog bijgekomen, dus het is geen volledig beeld. Maar dit zijn zeker heel belangrijke mensen die een enorme bijdrage hebben geleverd tot het succes van mijn onderzoek en tot het behalen van deze prijs. En ik wou vooral de jonge mensen hier danken in mijn onderzoeksgroep. Ik weet dat ik niet altijd de tijd voor hen heb, dat ik met veel andere zaken bezig ben, maar het is een bijzonder plezier om met jonge mensen te mogen werken. Ze houden je heel scherp en ze houden je ook heel jong. Ik dank je voor de aandacht.